Want bij wijze van spreken, als je dus ziet. Wacht even. Als ik was eens goed. Maar inderdaad, die gevoelens en die gedachten, het lijkt wel alsof die dan inderdaad een soort lichaam willen creëren. Waarom, ja? Waarom, lieve Leon? Gij, die gewaarzijn zijn, maakt u zich zo druk over gevoelens en sensaties? Ja, dat bedoelde ik te zeggen. Ja. Daarom lijken ze bijna alsof ze inderdaad echt gaan worden. Ja, maar dat sta je toe door het serieus te nemen. Ja, het serieus. Weet je wel, daar komt iets langs. Ja, in plaats van het gewoon als het ware langs te laten. Why? Ja, ergens zit daar kennelijk een geloof in dat het echt is. Ja, bullshit. Hou het bij de feiten. Je zei net al, je wilde gaan zeggen van als je eruit... Oh nee, je kunt er niet uit. Hou het daarbij, hou het gewoon bij de feiten. Iedere keer weer als je een of andere waanidee... Bang, bang! Terug naar de feiten. Ja, gevoelens lijken toch wel heel echt. Ja, iets wat echt is, is eeuwig. Mijn gevoel, echt ander gevoel. Ja. Dat vind ik niet echt eeuwig. Ik vind het niet overtuigend. Nee. Weet je wel, van de week, hè, want dat was, ik kom uit bed. Het komt wel eens voor dat ik uit bed kom. En ja, dan zit ik zo en er was zo'n soort een beetje vage, maar lichtelijk chagrijnige stemming. En dat was verder geen enkel doen, dus daar was gewaarzijn van een chagrijnige stemming. Werd zo'n beetje, het was een soort rook of zo, weet je wel. Nou, een tijdje later wordt het een beetje helderder en het wordt leeg. En het, op het moment dat ik een beetje de tuin inwandel, begint het op te klaren. En ineens valt mijn oog op een bloemetje en het begint allemaal te stralen. Dus de aandoening van alles is prachtig, die komt op. Ook een rookpartij, weet je wel. En zo gaat het dan een half uurtje door. Ja, en toen denk ik van, nou, dan ga ik maar een eentje met de hond lopen. En dat gebeurt gewoon, dat komt op en het transformeert van het ene rookwolkje in een ander en het begint een beetje grijsbruin en dan wordt het allemaal stralend mooi oranje en vervolgens gaat het over in een soort neutraliteit en dat komt gewoon voorbij en niets daarvan zegt iets over mij of verandert ook maar iets aan wat ik ben. Dus what the fuck? Ja, dat geldt voor jou exact hetzelfde als voor mij, that's no different. Jij bent je moeiteloos bewust van sensaties en emoties enzovoorts hiertoe. Dat waar jij ik tegen zegt is exact hetzelfde als waar ik tegen zeg. Dat wat geen naam heeft. Onveranderlijk, eeuwig, niet lokaliseerbaar, vrij. Nou, en vervolgens is er een schijnbaar observeren van het langskomen van sensaties. Dus leven nogmaals is dodelijk eenvoudig. Er is zijn, dat is er al, tada, u bent gearriveerd. En er komen ervaringen voorbij een tijdje lang. Wow, big deal! I can do that. Ik hoef niet eens iets te doen. Ik ben en er komt het er ook voorbij. Ja, moeilijk. En ik hoef nooit iets te doen, want ieder vuurtje brandt zichzelf op. Een emotietje of een gedachtegang die komt op, gaat naar een climax, loopt weer leeg en is verdwenen. Wat valt er te doen? Ja. Ja, nee, dat door mijn hoofd spookt. Is, ja, hoofd. Ja, dat is er ook niet. Ja, nee, dat... Ja, dat zit ik toch weer in die gevoelens te...
Dat prettige, uitdijende, dat voelt zo lekker in. Dat ja, dat is fijn, maar het komt en gaat. Als je dat nooit opgevallen. Ja, dat is ja, exact. Ja, dat dus als je nou eens gewoon de boel met rust laat. Als er een benauwd verkrampt gevoel opkomt, heet het welkom. Als er een open, fijn, stralend, boeddhistisch verantwoord gevoel opkomt, heet het welkom. Want ze zullen allebei komen en weer gaan. Dat wat jij bent, voelt niet op een bepaalde manier. Nee. Het interesseert het geen bal wat voor aandoening voorbij komt. Wees zo. Nee, maar goed, als je dat ziet, dan is het geen punt. Ja, zie het dan. En nogmaals, onthoud desnoods van als er een gevoel schijnbaar is waar te nemen, bewijst het maar één ding. Niet dat het gevoel van belang is, maar tadaa, ik ben gewaarzijn. Het bewijst alleen maar dat ik haar ben. Dus ieder gevoel is even goed, het is een spiegel. Nou, sommige mensen, dat is ook een rare vergelijking, die kijken in de spiegel en herkennen zichzelf. En anderen die gaan helemaal door die spiegel, net als in van die science fiction films, dan kun je zo door een spiegel in hele werelden van emoties en spoken, wel ingewikkeld en trauma's en... Ja, lost. Maar die spiegel was er niet voor om erin te kruipen, maar gewoon even te herkennen, oh, ben ik. Verlichting te laag, goed zo, kunnen we nou leven? En nogmaals, leven is makkelijk. Gewoon zijn plus ervaringen. Ja. En dat gaat allemaal vanzelf. Ja. Ja, maar nu. Ja, maar. Let op. Weten we wie dat was? Nou, hoor ik jou dus zeggen, hè? Kabbelende gevoelens, oké, ik ben een beetje chagrijn, ik kwam naar buiten en een bloem, ja, dat heb ik ook. Dan denk ik, oh ja, ik stap wel erg mooi buiten en zo en zo. Dat vind ik meer van die kabbelende gevoelens. Maar, je kunt je ook. Gewoon echt zorgen maken. Nee. Echt verdriet hebben. Nee. Echte twijfels hebben. Nee. Oh. Alleen als je gelooft in die waanfiguur. Nou, er zijn toch dingen die je raken? Nee. Oh, nou. Dat zijn ook niet leuk. Dit is ik jezelf. Dan blijf lekker zo. Ja, dat is helemaal niet leuk. Hoor. Maak je heerlijk zorgen en weet ik wat. Dus je kan ook niet uitbundig vrolijk zijn en echt verdrietig natuurlijk wel. Wat doet het ertoe? Wat jij wezenlijk bent, is nooit uitbundig vrolijk of verdrietig. We hebben het hier over waarheid, niet over wat we leuk vinden. Nee, dat is even een zijweg dan, denk ik. Ik bedoel dus echt dat je heel erg kan raken. Ja, dat is fantastisch. Ik snap dat je eraan gehecht bent, maar het slaat me helemaal op. De meeste mensen denken dat bijna in een permanente staat van emotionele aandoening zijn, dat leven betekent. It's not. Alles kan gevoeld worden als je jezelf bent of wakker bent, maar er zal nergens een overdreven belang aan gehecht worden. En daarvoor in de plaats zou je kunnen zeggen, en het is allemaal maar relatieve praat, is er een gevoel van compleetheid every fucking second die de ego-figuur niet kent. Het is compleet, het is vol, er ontbreekt nooit iets. Terwijl vanuit die ego-constructie er ontbreekt altijd iets. Vandaar dat we het overreageren hebben in de zin van depressief of bezorgd of angstig en het overreageren in de zin van hilarisch blij en... Dat is allemaal overreageren. Wat prima is, als mensen dat leuk vinden, gewoon lekker blijven doen. Maar van mijn perspectief uit ziet het er een beetje bizar uit. Overdreven blij met dingen die eigenlijk inhoudsloos zijn. En overdreven verwikkeld en bezorgd over dingen die in essentie inhoudsloos zijn. Waarbij nog komt dat, als je daar eens naar kijkt, het hele bezorgdheidsverhaal...
Wat voor hulp heeft het die zogenaamde andere schijnfiguur, waar je je bezorgd om maakt, om daar bezorgd over te zijn? What a big help! Je verzwakt die andere alleen maar. En dan spreekt een enorm wantrouwen uit. Nou, dat is allemaal afwezig. Dus ik kan zien dat iemand lijdt. En dan zal ik kijken of ik in de interactie een handje kan toesteken. Maar ik ben nooit bezorgd en ik heb nooit medelijden en ik ben blij toe. Want ik zou die ander alleen maar verzwakken. Ik weet wat die ander is. Gewaar zijn, pure levenskracht. He or she can do anything. But she gotta get out of her head. Dus al die bewegingjes waar normale mensen, zal ik maar zeggen, aan hechten, dat houdt zichzelf, maar ook degene om wie ze zeggen te geven, in de droom. That's not help. Niet vanuit mijn perspectief in ieder geval. Dan ga ik hooguit iemand helpen om beter in de modder rond te rommelen. Ik heb liever dat ze eruit komen. Wat maakt dan vanuit gewaarzijn dat je dan toch unieke relaties wil aangaan? Dat je wat wil? Unieke relaties. Wie zegt dat je dat wil? Ik vraag me dat af. Relaties in mijn optiek die gebeuren of ze gebeuren niet. Dus ook dat is in feite, is strikt genomen, het waarnemen van gebeurtenissen. Dat is net zoals al het andere komt en het gaat. Ja, dat is dat ook zo. Ja. Je observeert dat iemand je leven binnenwandelt en dat er een aantal voorkeuren overeenstemmen of whatever. Weet je wel? En meestal daar een tijdje wandelen ze weer uit je leven. Of je hoopt daarop. Is je nooit opgevallen dat even op dat level, dus een soort tussenlevel even, dat jij de centrale figuur bent in dat universumpje van je, en dat alles wat daar omheen draait, dat wandelt zo'n beetje in beeld en uitbeeld. En geen van die figuren, wat je er ook verder bij fantaseert, is essentieel voor wat jij bent. Sommige zie je misschien grager dan anderen of niet, maar niets daarvan is essentieel, het zijn allemaal figuranten. Als dat werkelijk doordringt, word je niet koud en afstandelijk, maar juist open voor ieders zo zijn. Dus voor mij hoeft ook nooit iemand anders te zijn dan die is. Terwijl vroeger, toen ik nog heel erg in dat ik ben zus of zo, moest ik anders zijn dan ik was. En dan hoor. Ik deugde niet natuurlijk, ja, en de ander die deugde natuurlijk ook, dan was dat ook zo. En er is iets heel grappigs mee aan de hand. Op het moment dat je realiseert, waar we het nu over hebben, dat dat zo is, dat je in feite losstaat van al die verhoudingen, gaan dingen gewoon op hun plek vallen. Want vanuit die ego-toestand ben je niet alleen constant in conflict met jezelf, maar ook met bijna iedereen om wie je zegt te geven. Ja, dat klopt. Ze moeten niet zo. Doe niet zo. Oh, ik hoop dat het met die beter gaat, leiden. In plaats van gewoon te zien hoe het is. En vanuit het zien hoe het is, komt er een respons op het einde van de of niet. Dan is het open, dan is het vrij, dan is het compleet. Dan val je iemand niet lastig met jouw waanideeën. Ja, en als iemand het dan prettig vindt om bij je in de buurt te blijven, dan heet dat na een tijdje een langdurige relatie. En als iemand het maar een uurtje leuk vindt, dan heet het seks. Is ook niks mis mee. Strikt genomen geldt daar hetzelfde voor. Dat is iets wat voorbij komt. Zootje sensaties. Dat is niet echt bijster interessant.